Welkom bij video 3 van 2021. Een video weer als vanouds. Ik ga in deze video even kort laten zien wat we deze week weer hebben binnengekregen. Ik ga specifiek het hebben over één BMW, een echte liefhebbersauto. Hij staat hier naast mij. Een BMW 3-serie, een 330 diesel sedan van 2015 met 108.000 kilometer. Natuurlijk in de vorige video's hebben we het gehad over eigenlijk alleen maar Mercedes'en. En ik denk nou ja. In video 3 is het wel mooi om ook een hele gave, bijzondere BMW te laten zien. Het is Melbourne Rood Metallic. Hele gave, diep rode kleur. Het is echt bomvol opties. En ook een, in dit geval een 330 diesel. Dus wat is dan een 330 diesel? Dat is een 6-cilinder, 6-in-lijn, 258 pk groot. Hele fijne dieselmotor met ongelooflijk fijn koppelvermogen, is echt top. En deze is heel erg gaaf samengesteld. Volledig shadowline. Spiegelkappen zwart. Voorin hier de nieren zwart. Onderaan de bumper. Ook alles zwart uitgevoerd. Auto's voorzien van originele M3 Competition lichtmetalen wielen. 19 inch. Voor de rest ook voorzien van M-performance delen. Rondom de carrosserie. Hier M-Performance en hier ook de M-Performance spiegels. Eigenlijk van een M3. Dan zijn we eigenlijk bij de achterkant. Dan hebben we de mooie, ook weer de M-Performance achterspoiler. Volledig zwart hoogglans. Heel erg gaaf. Als we dan schuin de achterkant zien van de auto. Ja, dan is het wel een heel mooi plaatje. De auto is echt uniek compleet. Ook mooi met de M-Performance sierstuk uitgevoerd. De uitlaat aan beide kanten. Mooi sportieve uitvoering en een heel erg compleet exemplaar. Van binnen ook voorzien van vrijwel alle opties, volledig lederen bekleding. Ik laat het wel even zien. Als ik aan de andere kant sta. Volledig lederen bekleding. Daar aan de onderkant van de stoel zien we ook de elektrische stelbaarheid van de stoelen met geheugenfunctie. Voor de rest, als we kijken naar compleet hier het dashboard, zien we het M-Sportstuur uiteraard. Want de auto is uitgevoerd met een M-Sport pakket. Navigatie Professional, uitgebreid navigatiesysteem wat beschikbaar is in een BMW. Auto is van Surround View, 360 graden camera, stoelverwarming, climate control. En natuurlijk het mooie schuifkanteldak hierboven. Schuifkantelfunctie en hij is ook transparant. Dat geeft weer een mooie lichtinval. De rest voorzien van head-up display. Dat zien we dan vooraan, maar dat hoeven we hier nog niet te laten zien voor de rest. Een heel mooi speciaal exemplaar. Hier nog even wat laten zien. Auto is ook voorzien van keyless go, keyless entry. Hier het rijtje. Rijstrooksensor. Voor de rest hier de botsherkenning. En hier ook weer de rijstrooksensor. Dus de Lane Departure Warning systeem. Voor de rest ook voorzien van Harman Kardon geluid. Dus het beste geluid wat er in zo'n 3-serie beschikbaar is. Dat is een mooi helder geluid. Dat maakt de auto echt tot een heel erg mooi en compleet exemplaar. De auto komt uit 2015. 108.000 kilometer gereden. En wat wel mooi is, de auto is eigenlijk van de eerste eigenaar. Hij is met 4800 kilometer gekocht bij de Bayer. En daarna heeft er één eigenaar met de auto gereden. Ook volledig onderhouden. Laatste beurt is geweest bij 107.000 kilometer. Alles is ook inzichtelijk. En dat maakt dit echt tot een kraakhelder en heel eerlijk exemplaar. 2015 BMW 330 diesel. 108.000 kilometer. Ik heb hem nog nooit zo mooi gezien. En ik denk onze fans ook niet. Bedankt weer voor het kijken. Volgende week komt er weer een nieuwe video online. Wat het is, gaan we zien. Vraagprijs van de BMW 330 diesel. Staat dan ook bij de advertentie. Staat nog niet online. Hij komt eind volgende week online te staan. Bedankt voor het kijken. En ik wens je een heel fijn weekend. Hoi!